Wordt er nog erger door aangedreven? Of, Het wordt aangedreven door een vibrator. Ja? Ja, dit is een vibrator. Het had erg veel... Oh ja, dat verhaal dat heb je verteld gisteren bij Pet Shakur. Oh ja, ja, inderdaad. Ja, dat was jij dus. Ja. Ja, dat was een geweldig verhaal voor dankjewel. Ja, hoe kwam je erop? Ja, we zijn begonnen met tandenborstels, elektrische tandenborstels, maar die trillen niet zo heel erg hard. En ja, als je dan dit soort dingen wil doen, dan heb je meer kracht nodig. Heb je kracht nodig? Ja. En dan als je iets wil hebben wat hard trilt en een handzaam formaat heeft, dan heb je een vibrator nodig. Ja, heel leuk. Maar dit wil nog niet zeggen dat hij een bepaalde kant uitgaat. Nou ja, we kunnen hem niet besturen. Hij wordt nu door de weerstand. Door de weerstand van het wat hij tegenkomt. Ja, nu is hij al zwaar. Als hij hier een beetje bij de verf heen komt, als hij hem hier neerzet, dan gaat hij weer veel harder. Ja. En hoe lang gaat zo'n vibrator nou mee? Ja, deze hebben we nu 3 maanden. Ja, bedoel de batterij? Ja, het wordt na een tijdje zwakker, dus als het een beetje levendig raakt, moeten we er weer nieuw in doen. Want vooral hier heeft hij echt alle krachten nodig. Leuk hoor. Ik vond dat je een heel goed verhaal had. Hè? Ik weet niet of het de bedoeling was dat je zo droog overkwam, maar dat was echt erg goed overgekomen. Dankjewel. Petje Kutje. En hoe is jouw naam ook? Gilles de Brood. Oh, ja.